Goedemorgen mensen, Edward Jager en Visser. Naar aanleiding van die gans die ik schoot met die boerderij op die achtergrond, zijn er nogal wat vragen gekomen. Als je ganzen schiet met een kogel, dat kan heel goed, moet je opletten dat je geen versterkt projectiel hebt. Je moet het zogenaamde varmint model hanteren. Een kogel die helemaal, maar dan ook helemaal, desintegreert. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe dat werkt. Ik hang een gans op 100 meter. Die heb ik net natuurlijk even geschoten. En dan laat ik jullie zien, door middel van een witte plaat erachter, dat er geen uitschot is, ja? En als er uitschot is, is er in ieder geval geen restprojectiel. Hooguit kleine delen koper en kleine delen lood. Die gaan we vangen in dat bord. Daar. Perfect! Perfect! Ze hebben hem net even neergezet. Willen jullie met mij meekijken of willen jullie met de gans meekijken? Daar even over nadenken. Jullie zien wel hoe het uitpakt. 120 meter. Fire in the hole. Let op ook nu weer, hè, die stabiele positie. Geen torsie in je rug. Slapend achter het geweer. Geen enkele spanning. Ik schiet hem hoog door de rug. Jullie hebben dit gezien. Ik schoot het eerste schot hoog op de gans, toen we daar zaten. Het tweede schot laag op de gans, toen we hier zaten. Jullie hebben het gezien. Er is nog steeds, dit is een Canada gans, geen uitschot. Ik durf dit ook te doen met een koutje. Een koutje is maar zo klein. Ik garandeer je, dan is er wel uitschot. Maar geen restprojectiel in die zin dat het door de ruimte heen stuitert. Hooguit. Na het raken van een koutje, nog een meter of twee, stof.